leerkrachten aangesloten bij de Bond van Leraren en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname als gaan morgen in actie. Dat is vandaag besloten op een druk bezochte algemene ledenvergadering. De leerkrachten die nogal verhit waren, kunnen zich niet terugvinden in het feit dat de overheid het herwaarderingsprogramma pas in maart wil uitvoeren. Afgesproken was dat het in januari zou worden uitgevoerd. Volgens Wilgo Valies, voorzitter van de BVL en de ALS, is dit onacceptabel, omdat de regering in oktober vorig jaar ook al om uitstel had gevraagd. De regering is eigenlijk buiten die overeenkomst, heeft ze een product neergezet. En dat product wordt dus naar het onderwijs ingestuurd, als zou het een product zijn van vakbeweging, van de vakbonden en de overheid. En dat is geen sinds het geval. Er is geen enkele inbreng van de, in elk geval van de ALS en de BVL, geen enkele inbreng. En wij zijn dus niet verantwoordelijk voor wat ze nu aan het presenteren zijn. Ook de kwestie van OS Uitkijk, waar leerkrachten protesteren tegen de aanstelling van een nieuwe directeur door de minister van Onderwijs, is een van de redenen waarom de leden in actie gaan. De onderwijsgevenden op die school eisen dat het onderhoofd de nieuwe directeur wordt. Valies zegt dat als een van de leerkrachten met ontslag wordt gestuurd, de bond zich ernstig hiertegen zal verzetten. Wanneer een minister van Onderwijs aangeeft dat hij mensen gaat ontslaan, dat betekent dat hij komt aan de grondrechten van de werknemers. Aan de grondrechten. Een van de grondrechten, welke is verankerd in onze grondwet, is dat het recht op staken. Als je niet eens bent met de gang van zaken bij een werkgever, mag je staken. Je mag staken. En dan kan je niet op grond van het staken overgaan tot het ontslaan van werknemers. Weet u wat we straks gaan krijgen als de grootste werkgever deze zaak overgaat tot ontslag? Dat betekent dat al die werkgevers, die particulieren of welke andere werkgever, dit kan aangrijpen om werknemers monddood te maken. Wij gaan dat niet accepteren. En die leraren hebben gezegd, we zijn bereid tot het uiterste te gaan en we gaan strijd leveren. Ja, maar ze geven aan dat de strijd bijvoorbeeld van OS Uitkijk niet rechtvaardig is. Hoe rechtvaardig is die actie? U zegt dat in elk geval het standpunt is dat een minister buiten zijn bevoegdheid gaat om mensen te ontslaan. Wat die leraren ook gedaan hebben, als ze vinden dat ze acties moeten voeren, ze mogen protesteren tegen zaken die niet goed zijn. Aldus Wilgo Valies, voorzitter van de BVL en de ALS. Hij riep alle leerkrachten op om zich morgen om 8:00 aan te melden bij Theater Uniek. Dan zal bepaald worden hoe de actie zal worden voortgezet. Onze nieuwsdienst heeft contact gehad met OS Uitkijk. Een van de onderwijsgevenden die anoniem wilde blijven, gaf aan dat minister Pneu vanmorgen daar was met een delegatie. De bewindsman heeft de opdracht gegeven om andere leerkrachten in te zetten, zodat het onderwijsproces voortgang kon vinden. Hij was hiertoe genoodzaakt, omdat de leerkrachten ondanks een oproep niet op school zijn verschenen.